Ik ben voorzitter van de energiecoöperatie Energiek Ansen. En we staan hier in de beheersboerderij van het Drents Landschap in Reebruggen. En op deze beheersboerderij hebben we, op dit dak waar we, in de stal waar we nu staan, hebben we 600 zonnepanelen liggen. En op de boerderij hiernaast 400. Doet u het voor de portemonnee of voor de groene planeet? Wij doen het voor de groene planeet, in ieder geval voor de energietransitie. Om te zorgen dat wij minder fossiele brandstoffen gaan gebruiken. We maken Ansen energie-neutraal in 2020. En dat is eigenlijk de achtergrond van het verhaal waar we nu mee bezig zijn. Dit is het begin waar we nu staan. En dat betekent dat we 250.000 kilowatt ongeveer per jaar opwekken hier. En we moeten naar 1,5 miljoen ongeveer. Dus we zijn nu nog bezig met andere projecten waar we ook energie mee gaan winnen. Dat we proberen om vanuit ons rioolafval groen gas te maken. Dat is onze volgende stap. Daar zijn we nu mee bezig. Dat is een pilot gaande voor het groene gas. En voor de zonnepanelen zijn we bezig om een businessplan te maken, vergunningen aan te vragen, overeenstemming te krijgen met de landeigenaar. Dat moet ongeveer 700.000 kilowatt op gaan leveren op jaarbasis. Als je energie wilt besparen, moet je minder gebruiken. Dat is de eerste gedachte natuurlijk. Hè? Dus je verwarming wat lager zetten, zorgen voor goede isolatie van je woning, zorgen voor ledverlichting, dat soort dingen. Dus de eerste gedachte is van je moet besparen, je moet minder gebruiken. En de tweede gedachte is van je moet, als je dan toch energie gebruikt, moet je zorgen dat je zo duurzaam mogelijk energie gebruikt. Dus als je zelf zonnepanelen op je dak of op je land kunt leggen, dan moet je dat niet laten. En als je dat collectief kunt doen, is dat denk ik ook een goede gedachte.